het ABC-huis in Brussel werd het officiële startschot gegeven voor het Jongerenpact 2020 met een heuse kick-off. De komende weken en maanden werken jongeren samen met verschillende stakeholders om het jongerenleven in 2020 een pak aangenamer te maken. Maar je kan een pact moeilijk afsluiten alleen onder jongeren zelf. Dus die hebben ook wel andere mensen nodig om hun dromen te kunnen realiseren. En die andere mensen, dat zijn onder andere die maatschappelijke stakeholders, maar ook beleidsmakers. En de bedoeling van vandaag is eigenlijk dat zowel jongeren als die maatschappelijke stakeholders, als beleidsmakers, want minister Smet komt ook vandaag, dat die elkaar leren kennen, elkaars dromen leren kennen en kijken van, vinden we een gezamenlijke droom die we willen gerealiseerd zien in 2020. De aanwezigen kregen de kans om op een iPad een online enquête in te vullen. Minister van Jeugd Pascal Smet wil echter dat iedereen zijn stem laat horen. Ik zou heel graag hebben dat duizenden Vlaamse jongeren en Brusselse jongeren, dat die hun mening zeggen over wat wij politici en andere verantwoordelijken in de samenleving de komende 8 jaar eigenlijk voor hun moeten doen. Want we willen eigenlijk een pact afsluiten met jongeren over hoe de toekomst er tegen 2020 moet uitzien. En dat is niet meer zo lang. Ik hoop dat elke jongere erin kan betrokken worden, elk type van jongeren. Dus ook van elke afkomst erin kan betrokken worden. En dat het tot een goed pact kan leiden en dat er ook iets mee gedaan wordt achteraf. In juni wordt het pact ondertekend in het Vlaams parlement. En de motivatie bij de jongeren om er echt iets van te maken zit duidelijk goed.